everyone. Today we have to test Kenwood KT5300 AM/FM tuner. It's from 1970s, and we amplify with a Sony amplifier. Meisjes waar je verliefd op was, die gingen altijd uit met oudere jongens, ja, toch? Ja, weer onbereikbaar. Onbereikbaar, nou ja. Daar gaat het ook onder andere mm-hmm. over. Maar ook het fascisme, het opkomend fascisme, wat in deze film duidelijk aanwezig is. En het gaat natuurlijk ook om een dorpsgevoel, hè? Wat er is. Gemeenschapsgevoel. Ja, ja, mijn vader die schaamde zich ook voor mij, omdat ik een hippie was met veel te lang haar. Oh ja, was dat zo? Ja, ja, ja. En ook een beetje een stout jongetje was, wel in aanraking geweest met de politie. Had je een strafblad ook? Ik had een strafblad tot mijn 18e, ja. Ja, 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 ja. Hoe had je dat opgelopen? Nou, ik was lid van een soort jeugdbende die winkeldiefstallen pleegde op bestelling. Want wij durfden het, ja. Maar de anderen, die was die zo aan zouden kunnen, die was minder, want er is geen publiek. Nee, nee. Dus, goed, dus ja, weet je, dit was nog het moment geweest. Ajax is ook niet onfeilbaar, omdat ondanks dat iedereen dat zegt, zijn ze absoluut niet. Een elftal in transitie raken steeds hun beste spelers kwijt. Smit is over. Getest zouden kunnen worden. En ik begrijp dat het heel nuttig is voor individuele patiënten, want wat hebben zij aan dat alvleesklier-model? Nou, daar hebben zij in wezen aan dat we heel specifiek gaan testen welke methode wel en niet werken. Very en op die well manier kunnen we de vertaalslag naar de patiënt veel sneller maken. Ja, dat scheelt tijd en kosten en ongemak. Dan gaan we een afslag af waar we zo lang over door kunnen gaan. Nee, maar zo lang, zoveel mensen die trouw naar dat stadion komen. 40.000 iedere keer. Mijn vader werkte voor een christelijke uitgeverij, J.H. Kok, gespecialiseerd in theologieboeken en christelijke streekromans. En hij had te maken met al die mensen die van een verschillende geloofsrichting waren. En ja, wij hoorden eigenlijk niet echt erbij. Maar hij moest met die mensen dealen op zijn werk om goede vrede te bewaren. Want de afsplitsingen waren daar bijna wekelijks. Ik over. Eerste moment op kantoor waarbij ik uit de kast kwam. Ik was helemaal in shock. Weet je, ja. Jij was er altijd voorbij. Jij was altijd super lief. Ja. Zakelijk. Nu bij BCC hoge kortingen op geselecteerd. Doesn't it for Kante, the fact that I know he has had an injury, but
सभी के खिदमत में इस जमाने के मशहूर गाने वाला हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का लिबरेट जुबिन नौटियाल जिसका पैदाइश हुआ उत्तराखंड जिस बाई नेपाल प्रोफेंसी दी फ्रेंस में नेपाल साथ दे रही थी तुलसी कुमार मनोज मंतशीर जी का लिखा हुआ ये अति सुंदर बयान और ये अति सुंदर बयान को कंपोज किया है देखा जाए भगवेले रोचक कोहली जी ने। तो यार वो एक मिनट बाकी है साथ भजने में भी आप विज्ञापन सुनेंगे देश विदेश के समाचार उसके बाद एक से एक नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स लेकर आया हूँ हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का तो जरूर पैगाम को सुनते रहना हमारा और आपका साथ तकरीबन आठ बजे रात्रि तक चलेगा ब्रेक के बाद मिलता हूँ यू गया यू आया all-inclusive deal op zeeland.nl Hallo. Een handige thuiswerktip van KPN. Laat thuiswerken echt werken. Voor de kapper. Van hoor. Kapper. KPN superwifi.nl cadeau. Ik ben benieuwd of hij dan in de top 50 die aanstaande vrijdag wordt uitgezonden misschien wel komt. Dat zou toch mooi zijn? Het zou een schande zijn als dat niet gebeurt. Ja, Nino Rota staat er wel in, maar dan met muziek uit de Godfather. Ja, nou ja, dat is een veel grotere film met een groot publiek. Maar kijk, hoeveel keer komt Morricone erin voor? Gewoon één keer een Morricone wegstrepen en dan dit ervoor in de plaats zetten. Ja, wie zou er wat jou betreft op één moeten staan? Nou, dat is een hele goede vraag. Mijn impuls is Rogier van Otterlo, omdat we het net... dat vind ik toch een genie dat niet